Zo uniek zoals die man daarbij staat, die wil je toch... De Roparun is een estafette lopen die van, in ons geval, Hamburg naar Rotterdam leidt. En die wordt altijd met Pinksteren gelopen met het doel om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En om geld bij elkaar te krijgen, organiseren wij allerlei acties. U biedt 20. Nee, ik zei heel goed. Dus ik bied 25. U biedt meer dan 25 euro voor deze. Dames en heren, deze staat ook weer voor 20 euro onder de haal. Wie mag ik daarvoor? Een naaktfun op de rug. Ze heeft in acryl gewerkt. Ze doet heel veel met acryl, maar ze is echt een multitalent. Ze werkt met allerlei materialen. Deze is vandaag te koop en ook deze zet ik voor u weer op 20 euro. Mag ik uw vinger zien? Wie biedt er 20 euro? Nou, ik vond het wel geweldig leuk om te doen. Ik ben dol op veilingen. Als ik enigszins kan en ik kom een keertje voorbij, dan ga ik naar een veiling. Gewoon omdat ik dat prachtig vind. Maar dat was voor mij wel de eerste keer dat ik het zelf moest doen, eerlijk gezegd. Dus een beetje zweethandjes had ik wel. Wat was de opbrengst ongeveer? Er is net geteld en er was iets meer dan 1500 euro bij elkaar gebracht. Dus dat is dankzij die kunstenaars die hun werk voor niks ter beschikking hebben gesteld, was het natuurlijk voor mij een eitje. Hè? Dus het maakte niet uit wat ze ervoor kregen als er maar gewoon geld werd opgehaald voor de Roparun. En alles was meegenomen, dus van daaruit konden we mooi laag inzetten. Ja, bij sommige werken is het natuurlijk enorm opgeboden. We hebben, dacht ik, één werk voor boven 150 euro verkocht. En alle kleine beetjes helpen. Wat ook belangrijk is, is gewoon dat deze mensen zo hun werkjes zo mooi geëxposeerd hebben. Die zijn elke maandag aan het tekenen en al die werkjes die verdwijnen in de map. En nu hangen ze een keer hier en dan zie je hoe prachtige dingen daar allemaal in die mappen zitten. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat die nu echt een keertje in beeld komen hier op de vierde van de Java-toren. Er zijn heel veel dingen die ik leuk vind, maar dit vond ik echt heel erg leuk om te doen. Niemand meer dan 30. Dan is hij voor u. Gefeliciteerd. En u allemaal. Het was het laatste jaar.